Ik ben Thibault de Smet, ik ben 21 jaar, ik kom van A-Gent en nu ben ik van STVV. Mijn positie is linksachter. Ik was een jeugdproduct van Gent en dan heb ik de doorstroming naar de A-ploeg gemaakt. En daar heb ik dan 3 seizoenen gespeeld. Ja. Ja. Enkele keer mogen proeven van de eerste ploeg, wat minuten mogen maken. Ja. Vorig seizoen 3 keer basisplaats en 3 keer ingevallen. Ja. En een goaltje meegepikt. Ja, dat is mooi. Ja. Het was, de bedoeling was om wat meer minuten te maken. En ik had het gevoel dat het in Gent moeilijk was voor dat te doen, omdat de kapitein stond ook op mijn positie en zo. En als ik dan speelde, deed ik het best aardig. En dan wist ik dat ik waarschijnlijk toch weer uit de ploeg ging gaan voor de kapitein. Dus ik had nood aan een nieuwe stap. En ik denk dat STVV wel de juiste is. Dus hopelijk kan ik een goed seizoen maken. Ja. Gisteren heb ik nog 1 keer meegetraind op Sint-Truiden zelf. En ze hebben mij daar allemaal goed ontvangen en zo. En nu op de stage, het is wel goed pittig, dat hebben ze mij ook gezegd, maar daar zie ik niet tegenop. Het zal u alleen maar beter maken, dus kijk er naar uit. Ja. Ik ken de Sammy van bij de nationale ploeg een beetje. En vooral de kapitein Jordan heeft mij wel goed ontvangen. Dus, maar ook veel jonge gasten en zo, die pik ik nu wel op. Ja. Like Sint-Truiden heeft vorig jaar een goed seizoen gespeeld. Ik hoop hetzelfde te kunnen doen en dan misschien juist in play-off 1 geraken. Dat zou heel mooi zijn, want het is een goede club met goede spelers. Een familiale club, dus de verwachtingen zijn wel hoog, denk ik.